De financiële wereld is erg uitdagend. Het verandert snel, steeds in beweging. Dus je moet als medewerker gewoon meebewegen. We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Jonge mensen helpen de organisatie te veranderen met hun energie en enthousiasme. Om in de financiële wereld te kunnen werken, moet je nieuwsgierig zijn, kritisch, analytisch, nauwkeurig en je moet mensen willen helpen. Ik ben derdejaars student en ik loop stage bij ABN AMRO Verzekeringen. Tijdens mijn stage krijgen we aanvragen binnen van klanten en hierbij gaan we bekijken of we deze gaan accepteren of afwijzen. Waarom ik het fijn vind om hier stage te lopen is dat wat ik op school heb geleerd hier kan toepassen in de praktijk. Mijn vorige stage was op een klein kantoor en nu vind ik het leuk om dan dit te kunnen doen bij een groot bedrijf. Wat ik zo leuk vind aan het juridische werkveld is wat ik hier bij gemeente Zwolle schuldhulpverlening doe. Is dat ik heel veel kan betekenen voor de mensen. Dat je heel veel aspecten in aanraking komt met verschillende juridische vlakken. De eigenschappen die je voor dit werk nodig hebt zijn dat je integer bent, heel secuur werkt. En dat je kan inleveren voor de persoon die voor je zit of waarmee je aan de gang gaat. Ja, er komen steeds meer schulden bij de mensen. En daardoor hebben we eigenlijk best wel mensen nodig op alle vlakken. Als schuldhulpverlener, budgetbeheer en gewoon mensen als administratief die het achterliggende werk allemaal doen voor de andere collega's. Ik heb op het Deltion College gestudeerd aan de MBO 4 opleiding en daarbij heb ik voornamelijk de juridische onderdelen geleerd. Hierbij hebben we bestuursrecht, de Arbo-wet hebben we geleerd, we hebben een vak gehad met bewindvoering er ook bij in. En deze drie dingen zijn voornamelijk toch wel wat wij nu echt dagelijks gebruiken. Ik ben financieel verantwoordelijk voor het bedrijf LEDX. Het concept LEDX is bekend vanwege het feit dat wij onbenutte afvalstromen gebruiken om nieuwe producten van te maken. Ik ben vorig jaar afgestudeerd op het Deltion College. Ik heb de opleiding bedrijfsadministrateur niveau 4 gevolgd. Ik ben nu werkzaam bij LEDX en ik werk in de finance. Ik vind vooral het werken met cijfers leuk en de verbanden te zien. En eigenlijk alles komt samen, de verkoop, de inkoop en zo kun je ook zien of een bedrijf gezond is of niet. Dus eigenlijk het vak verandert van een invoerfunctie naar het werken met die informatie. Het werken met cijfers is en blijft heel belangrijk. Een bedrijf kan ook niet zonder. Dus uiteindelijk als je richting toekomst kijkt, die financiële functie blijft bestaan, blijft belangrijk, dus banen genoeg.